Muziekje op. Eens even kijken. Waar ik mijn juiste schermpje tevoorschijn toveren. We beginnen gewoon lekker met, wel net als anders, met rondjes van 30 seconden. Dus als je geen bokzak hebt, ben je gewoon steeds met iets anders bezig. Degenen die wel een bokzak hebben, pak die eerste 30 seconden om lekker te boksen op je bokzak. Lekker warm te worden. Hè? Nog niet intensief. Gewoon lekker je lichaam warm maken. Tweede 30 seconden kun je gewoon een beetje blijven bewegen. Schaduwboksen. Doe een aantal keren, een aantal rondjes. Daarna gaan we iets anders doen. Dat zal ik straks uitleggen. Dus we gaan lekker beginnen. We beginnen gewoon lekker joggend. Even lekker in je eigen tempo. 3, 2, 1. Daar gaan we. Lekker bewegen. Op jouw manier. Lekker bewegen. Rustig. Rustig met je warm worden. Misschien ben je al super moe. Heb je een lange dag achter de rug. Ah, dan gaan we die energie lekker wat veranderen. Hè. Ken het gevoel. Gaan we zo een 30 seconden dribbelen. Ja, gaan we wel iets versnellen. De boxers. Lekker schaduwboksen. Lekker dribbelen. Je armen, je schouders gebruiken. Ziet er misschien nog heel dom uit. Dat ik mezelf zo bezig zie, denk ik, nou ja. Maar je wordt er wel iets warmer van. Het is net iets anders dan hardlopen, hè. Dus iets sneller. Voor en achteren. Ik kan precies in de maat van mijn muziek. 2 seconden, gaan we twisten. En lekker springen. Boxers, lekker met een bokzak. Twisten, twist en shout. De Beatles. Ja, lekker op die bokzak. En wij zijn aan het twisten. 4e rondje zo gaan we allemaal lekker schaduwboksen. Alleen maar boksen. Geen trappen, geen knieën nog. Alleen maar boksen. 2, 1, oké. Lekker een beetje uitbewegen. Hoekjes opstoten. Hoeft niet hard, hè. Draai je lichaam mee. Hierna 30 seconden eventjes relatieve rust. Hou vol. 5 seconden. 30 seconden. Blijf je wel een beetje bewegen. Maar oké, dat is hem. Beetje uittrappen je benen. Schouder misschien wat losdraaien. Volgende rondje gaan we weer. De boxers gaan weer lekker boksen. Mag je ook je knieën erbij gaan gebruiken? Dat gaan wij ook gewoon doen. Schaduwboksen. En de knieën erbij. Over 5 seconden gaan we weer beginnen. Schaduwboksen met knieën erbij. 2, 1 en we zijn begonnen. Maak de stoten wat sneller. En de boxers op de bokzak. Misschien kun je al de stoten wat harder gaan geven. Vooral ook goed bewegen op de benen. En niet op één plek blijven staan. Volgende rondje gaan we rustig uitlopen. Of schaduwboksen. 2, 1. Ja, gaan we lekker joggen. Lekker joggen. Ja, ze worden wel ook zo een beetje warm. Toen ik hier net binnenkwam bij Homo Sand, moest ik de kachels echt laag zetten. Veel te warm hier. 10 seconden nog. Boxers. Lekker boksen op de bokzak. Wij gaan jumping jacks maken. 2, 1. En dan gaan we. Jumping jacks. Lekker jumping jacks. Nou, vol 15 seconden, minder nog. Volgende rondje. Beginnen we met 10 seconden sprint. 2, 1. Oké, op de plek sprinten. Nou, vol.
2, 1 en lekker uitlopen. Of een beetje schaduwboksen, net wat je wil. Als je bij trappen misschien, als de benen een beetje uittrappen. 5 seconden. Dan hebben we even rust. Even rust, ja. Even lekker uitlopen. Ik ga eens even kijken, want ik heb een iets andere planning dan normaal. En dan weer 6 minuten bezig. Jullie horen mij nog steeds goed? Ja, oké, prima. Ik kreeg net een of ander raar piepje. Ik denk van, hé, het gaat lekker of het iets aangeeft. Hé, we gaan even iets anders doen. Deze even stopzetten. Of je dat leuk vindt, dat weet ik niet. Wat gaan we zo meteen doen? We gaan een serie opbouwen. Je draait in totaal 5 rondjes. Je begint met 10 jumping jacks. Dus je mag in je eigen tempo werken. Je gaat 10 jumping jacks maken. Ik zal mijn dingetje iets hoger zetten. 10 jumping jacks. En dan komt die. Ga je 5 push-ups maken. Dus maak 1, 2, et cetera, tot een 10. 5 push-ups kan ook vanaf de knieën. 1, 2, maak hier een 5. Dat was rondje 1. Rondje 2, 20 jumping jacks, 4 push-ups. Rondje 3, 30 jumping jacks, 3 push-ups. Rondje 4, 40 jumping jacks, 2 push-ups. Rondje 5, 50 jumping jacks, 1 push-up. Ja, dus de jumping jacks wordt steeds met 10 verhoogd. En de push-ups wordt steeds met 1 verlaagd. Ja, dat gaan we gewoon in eigen tempo doen. We beginnen met 10 jumping jacks, 5 push-ups. En dan mag je in je eigen tempo doen. Ik kijk even of straks iedereen klaar is. Misschien zijn jullie lang klaar, denk je, ach, die oude man. Ja, gaan we lekker beginnen. 1, 2, ik ga even tellen voor mezelf. 3, 10, ik heb er 10 gehad. 5 push-ups. 20 jumping jacks. 3. 16, 17, 18, 19, 20. 4 push-ups. 30. Eigen tempo, hè. 20. 30. 3 push-ups. 40. 20. 30. 40. 2 push-ups. 50 jumping jacks. 20, voor mij dan. 10. 2, 1, en ik eindig met 1 push. Kom eens kijken hoe het met jullie is. Ga lekker door, hè. Maak gewoon je serie af. Kijk,
Er zijn al mensen al klaar, zie ik ook. Goed tempo, Mark. Ga lekker door. Gaat goed. Marjolein is ook klaar. Dus daar gaat het niet om. Het is geen wedstrijd. Gewoon lekker voor jezelf. Pak gewoon die hele serie. Volgens mij zie ik iedereen tot rust gekomen. Is dat iedereen tot rust? Jou zie ik niet, Lexia, maar... Oh, en William ook niet. Hi, William. Goed. We hebben deze gedaan. Hartstikke mooi. Dan gaan we een beetje rekken en stretchen. Want ik denk dat we al inmiddels een beetje warm zijn. Mag je even komen staan? Ga me eerst eens eventjes lekker uitwaaieren. Je mag deze beweging maken. Je benen zijn gestrekt, niet overstrekt. En dan ga je langzaam maar zeker de bewegingen groter maken. En dan kijk je arm achterna. Lekker hangen. Voel maar even wat je op rek kunt brengen. Wat je los kunt maken. En dan kom je langzaam tot stilstand. Blijf je lekker even hangen. Voeten wat meer bij elkaar, naast elkaar. Voel even of je voorover kunt buigen en of je je benen strekt, of je rek voelt, achterkant van je benen. Lichtjes, misschien de kuiten. Je diep in, diep uit. En dan kom je langzaam werveltje voor werveltje overeind. Kom je staan. Goed, gaan we even lekker de nek losdraaien. Maar gewoon kleine cirkeltjes draaien. Voel maar eventjes de ene kant op en de andere kant op. Kleine cirkeltjes, of misschien grotere cirkels. Okidoki. Mag je je linkeroor naar je linkerschouder brengen? Duw je schouders naar beneden. Linkeroor naar je linkerschouder. En even rek in de nek. Je diep in. Diep uit en dan draai je langzaam je rechteroor naar je rechterschouder. Of andersom, maakt niet uit. Diep in, diep uit. Oké, lekker de schouders even los. En dan ga je die beweging wat groter maken. En je armen helemaal meenemen. Lekker naar achteren. En voel maar misschien ook naar voren. En het leukste is, één naar voren, één naar achteren. Als je je armen omhoog brengt. Laat je de een naar voren zak en de andere naar achteren. Kijken wie dat kan. Als je dit niet kan, is dat je huiswerk voor de komende week. Ja, en andersom. En nog één keer. Super. Okidoki. Kom even zitten. Ik doe het schermpje weer naar beneden. Gaan we nog even wat zittende rekhoudingen doen. En je linkerbeen strekken. En je rechtervoet omkrullen. Zet je voet naast je bil. Nou, we aan een eerste instantie eens even wat rek brengen in het gestrekte been. Dus buig je een beetje voorover. Als je net zo stijf bent als ik, dan kun je amper bij je tenen. Goed is, voel je rek, hè? Achterkant van je gestrekte been. Nou, diep adem, diep in, diep uit. Zak je nog iets verder. Oké. En leun je achterover. Deze kennen jullie al. Bovenbeen, gebogen bovenbeen. Misschien even aanspannen en weer loslaten. Voel maar even of je dan net iets meer ruimte krijgt. Nog een keertje. Oké, wissel je van been. Rechterbeen naar voren. Linkervoet opkrullen naast je heup, naast je bil. Nou, voel maar eens. Rek in het gestrekte been. Misschien kun je bij je teen, anders plaats je je hand gewoon daar waar die uitkomt. Het gaat erom dat je even rek voelt. Diep in, diep uit. En dan leun je achterover. Rek in het gebogen bovenbeen. Voel maar eventjes, haal diep adem. Oké. Als je de voetzolen tegen elkaar aanbrengen. Pak je je voeten bij, trek je je voeten wat iets meer naar je toe. Of je schuift je billen wat meer richting je voeten. Even wat rek in de liezen, binnenkant van de benen. Kun je eventueel met je ellebogen je onderbenen wat naar buiten duwen. Even rek in de binnenkant van de benen. Hou even iets langer vol. Diep in. Diep uit. Oké. Mag je je benen even lekker uitschudden. Oké. Even voor de rug. Komen liggen. Benen over je hoofd langs.
voel maar even wat je in je rug los kunt laten. Dus hoef je je voeten niet helemaal naar de grond te laten zakken. Je voelt vooral even wat rek in je rug. Niet te veel in je nek. Diep in, diep uit. En rol je voorzichtig terug. Nog eentje. Als je op de handen en knieën komt zitten, mag je je handen iets verder voor je plaatsen. Dus je maakt jezelf iets langer. En nu ga je hangen. Dus je handen staan onder je. Je gaat hangen. En dan kijk je een beetje omhoog. Extensie in de rug. Niet forceren. Diep in. Diep uit. Oké. Dit kan fijn zijn. Even je billen naar je voeten brengen. Even van daaruit kleine cirkeltjes draaien. En een cirkel, zodat je voelt, oh ja. Ik ben super soepel vanavond. Oké, gaan we verder. Even een klokje erbij. Zo. Gaan we een bokstabataatje doen. Uiteraard, dinsdagavond is ook de boksavond. Of je nou een bokzak hebt of niet. Ik ga hem zo uitleggen. De rondjes van 20 seconden. 10 seconden rust. Dat doen we 8 keer. Dus als je bokzak hebt, trek lekker je handschoenen aan. Dat gaan we doen. We beginnen allemaal schaduwboksen. Gewoon lekker schaduwboksen. Heel niet hard, schaduwboksen. Degene zonder bokzak, je mag alle rondjes wel wat voller gaan. Degene met de bokzak, verdeel je kracht. Dus rondje 1 is lekker rustig, met je schaduwboksen. Rondje 2, gaan we er tegenaan. Ja, ik zal af en toe wat combinaties aangeven. Je mag ook lekker voor jezelf, soms is het vaak, heb je een bokzak die meebeweegt, dat is super fijn eigenlijk. Heel vaak denken mensen, oeh, dat is niet fijn. Maar dan gebruik je gewoon het bewegen van die bokzak, zodat je er lekker omheen kunt bewegen. Ja, dat is super. Dus eerste rondje is steeds schaduwboksen. Tweede rondje gaan we lekker vol. We gaan alleen maar boksen. Ja, dat doen we gewoon 8 keer. Dus we beginnen gewoon, ik geef gewoon iets aan wat we kunnen gaan doen. Je maakt vooral alleen maar links-rechts. De hele tijd links-rechts. Schaduwboksen, tweede rondje, links-rechts gaan we vol. Ja, dus 10 seconden rust. Ik doe het voor. Gaan we alleen maar boksen. Gaan we, ja. Vanuit de bokshouding. Nog een beetje schaduwboksen, nog niet vol. Maar wel bewegen. Gaan we het volgende hoor. Je hebt 10 seconden rust. 10 seconden rust. Yes. Tweede rondje wordt links, rechts, linkerhoek. Ja. Bokzak pakken. Of lekker in de lucht. Links, rechts, linkerhoek. Gaan we over 2, 1. Yes. We zijn begonnen. Nou, vol. Nog 3 seconden. Nog 10 seconden rust. Oké. Lekker uitbewegen. Ga je rechts voor staan. Om hetzelfde doen, alleen nou maak je rechts-links. Schaduwboksen toch eerst. 2, 1. Ze hebben begonnen. Precies andersom. Dus je bokst als een linkshandige bokst. Schaduwbox is dit nog, hè? Okidoki, 10 seconden rust. Gaan we de volgende ronde. Rechts, links, rechterhoek. Blijf rechts voor staan. Rechts, links, rechterhoek. 2, 1, en we zijn begonnen. Gebruik lekker je adem. Misschien hoor je mij echt dat doen. Denk je wel een aansteller? Nee. Reguleer ik mijn adem mee. Afvol. 5 seconden. Ja. Goed, even 10 seconden rust. Gaan we zo oefenen. Maak je links, rechts, zak je door je benen. Rechts direct naar de buik. Ja, links, rechts, doorzakken. Rechts in de buik. Links, rechts, poem. Links, rechts, poem. Ben een goede oefening voor je benen.
Oké, 10 seconden rust. Deze gaan we eens even lekker intensief doen, ja? Links, rechts, doorzakken, bam, harde rechts en die rechter. 2, 1, en we zijn bezig. Oké, einde van rondje 6. Volgende is een serie 5 stoten. Links, rechts, linkerhoek, rechterhoek, linkerhoek. Gaan we. Links, rechts, linkerhoek, rechterhoek, linkerhoek. Dus de schaduwboxronde. Links, rechts, links, rechts, links. Die kun je ook naar het lichaam geven. Is die wat lager. Of naar het hoofd. Of je maakt een combinatie. Lichaam, hoofd, hoog. Oké, 10 seconden rust. Pak je kracht, nou gaan we hem lekker vol doen. Hè? Links, rechts, hoek, hoek, hoek. 2, 1 en we zijn begonnen. Oké, dat was hem alweer. De bokstabata. Pak lekker een slokje water. Gaan we zo een andere tabata doen. Eens even kijken, wat had ik allemaal in de petto? Oh ja, even rust hoor nu. Dat wordt weer leuk zo. Ja, voel maar of je nou even wat wil rekken, wil stretchen. Ik maak even mijn belletje goed, mijn pijmertje. Ik ga vast uitleggen. We gaan een serie tabata's doen, zonder boksen, zonder handschoenen. We gaan een soort van speedskaters maken, maar het zijn geen speedskaters. Maar je mag wel komen staan, doorzakken, van hieruit. En dan maak je een zijwaartse stap, maar je blijft doorgezakt. Dus je doet dit. Dus je blijft vanuit de squatspositie staan. Dit is de beweging. Ja, dan ga je benen lekker verzuren. Eigen tempo. Zijwaartse squat. Gaan we hoge, lage plank doen. Dus je komt liggen in de hoge plank. Je komt op je ellebogen en je duwt jezelf weer omhoog. Dit kun je om en om doen. Ja, hoge plank, lage plank. Side plank, gaan we weer lekker. Side planken. Hoppakee, goed, supergoed voor je flank, je core. Gaan we normale squats maken. Lekker staan, handen in de nek. Lekker die benen trainen. Gewone squats. Dan gaan we een lange buik doen. En we hebben de laatste weken hebben we steeds deze gedaan. Handen onder je billen, op deze manier. De buik trainen. Je kunt ook handen en voeten naar elkaar toe brengen. Behalve als je los krijgt van je rug. Dan pak je gewoon deze. Ja? Is fijner als je snel los krijgt van je rug. Gaan we burpees doen? Oh nee. Ja, burpees. Op je eigen manier. En je kan deze doen. Met push-ups. Je kunt hem ook zonder push-up doen. Spring je gewoon naar achteren. Spring je naar voren. Maak een sprong. Of je maakt de gunman. Je springt naar achteren, je springt naar voren en je komt staan. Ja, zonder sprongetje. Supergoed om te doen. Side plank aan de rechterkant. En de korte buik. Gaan we weer. Korte buik. Deze. Dit zal ook nog mogen dat je komt zitten. En je blijft je handen richting je voeten houden. Dat is ook goed voor je korte buik. Ik ga hem een beetje afwisselen. Pak de eerste keer de normale, de tweede keer pak ik, namelijk dubbel doen, pak ik die anders. Ik geef wat aanwijzing. Ja, we beginnen gewoon, ik geef alles aan. Beginnen zo meteen. Zijwaartse squat. Ja, dus je blijft gewoon steeds doorgezakt. Daar gaan we. 3, 2, 1. En we zijn begonnen.
Hou vol. 5 seconden. Okidoki. Hoge plank, lage plank. Dus je komt van je handen op je ellebogen en je duwt jezelf weer omhoog. 2, 1, ja. Eigen tempo, hè, mensen. Vijf seconden. Oké. Side plank, links. Je komt op je linker onderarm. Je strekt je benen. Je duwt jezelf omhoog. Je maakt een plank. En we zijn begonnen. Je kan ook je arm gewoon laten rusten. Je hem ook omhoog brengen. Kun je een beetje zwaaien naar elkaar. Oh, wat flauw. 10 seconden. Hierna gewone squat. 3, 2, 1. Oké, kom je staan. Gewone squat. Vanavond squatavond. 3 seconden, gaan we weer beginnen. Even voor je handen in je nek. En we zijn begonnen. Altijd je eigen tempo volgen. Lange buikspieren hierna. 3, 2, 1. Kom je liggen op je rug. Je billen. Dus of je billen, je handen onder je voeten. Of je handen onder je billen en deze doen. Of, en we zijn begonnen. Je tikt met je handen je voeten aan. Vijf seconden. Okidoki. Burpees. Je lievelingsonderdeel. Daar was je sterk van. Je eigen burpees, hè. Met of zonder push-up. En we zijn begonnen. Vijf seconden. Oké, side plank recht. Nog twee series. 3, 2, ja. Korte buikspieren hierna. Hou vol. 5 seconden. 3, 2, 1. Korte buikspieren. Hand op je bovenbenen. Of je komt zitten. Strek je benen. We zijn begonnen. Je blijft in evenwicht. Dan voel je dat je steeds een beetje moet corrigeren. Dus je gebruikt heel veel spier hierbij. 3, 2, 1. Yes. Oké, 1,5 minuut rust. Lekker, hè? Ik ga je even de deur openzetten. Ik ga gewoon nog een keer hetzelfde doen zo meteen. Jullie hebben nu de smaak te pakken. We gaan zo weer beginnen met die. Maar even rust, nog een minuut. Ruim een minuut. Zijwaartse squat, hè? Uitstappen. Schaatsers die oefenen dat ook. Hebben een mooi filmpje. Hebben ze een soort glijbord. Dat ze zo helemaal uitglijden. En dan schuiven ze elke keer bij, maar dat kan hier niet. Dus wij doen het gewoon lekker klunen, zeg maar. Wij gaan gewoon klunen. 40 seconden rust nog. Voel maar even wat je nodig hebt.
We hebben nog bijna een kwartier, dus we gaan nog even lekker tegenaan. Pak je adem. Doe nog even een raam open. Zuurstof. Hoe meer zuurstof je binnenkrijgt, hoe langer je het vol kunt houden. Goed, over een seconde of 10 gaan we weer beginnen. Zelfde Tabata-serie. Ja, we gaan eerst schaatsen. Zijwaartse squat. Over 3, 2, 1 en we zijn begonnen. Je komt niet overeind. Hou vol. 2, 1. Okidoki, hoge lage plank. Hoge lage plank. Voor 3, 2, 1 en we zijn begonnen. Tien seconden. Geniet van je kracht. Dier in jezelf. 2, 1. Oké, side plank links. Onderarm op de grond, linker onderarm. 3, 2, 1. En we zijn begonnen. Tien seconden. Fantastisch, als je al dit soort eigenlijk niet zulke moeilijke oefeningen achter elkaar zet, dan wordt het best zwaar. 2, 1. Oké, kom hier staan. Squat, gewone squat. Lekker die benen. Sterke benen maken. 3, 2, 1. En we zijn weer begonnen. Helemaal om staan. Nu wel. Je billen gaan ongeveer zo laag dat je op een stoel, de stoelleuning net zou kunnen aanraken. 3, 2, 1. Lange buikspieren. Handen onder je billen. Been omhoog. Of je maakt die andere handen en voeten naar elkaar toe. Gaan we weer. Ik wissel ze af. De eerste ronde. De ene gedaan. Nu pak ik deze. 10 seconden. En daar zijn we alweer. Burpees. Kom op, je kunt het. Nog 3 series, dan zijn we alweer klaar. Burpees, side plank, korte buik. En we zijn begonnen. Drie, twee, één. Oké, side plank rechts. Razend tempo door. 3, 2, 1. Doe jezelf omhoog, hè. Sterke plank. 5 seconden. 3, 2, 1. Oké, laatste onderdeel. Korte buikspieren. Liggen. Voet onder je knieën, hand op je bovenbenen. 2, 1. We zijn begonnen. Hou vol. Tot aan het belletje. 3, 2, 1. Yes. Woe. Dat was weer een Tabata, mens. Dik 1,5 minuut rust. Zweet van je hoofd halen. Slokje water.
Goed, we gaan iets anders doen. Een beetje in het kader van dinsdag, boksavond. Ik ga het zo uitleggen. Ik zet mijn timertje even goed. Dan iets andere timerindeling maken. Dus, ik ga het uitleggen. Het is eigenlijk heel simpel. Ik heb geen bokszak, dus die ga ik ook niet gebruiken. Maar we gaan steeds 10 seconden voluit werken. Geen pauze tussendoor, 20 seconden. Dus als je een bokszak hebt, leg je handschoen aan. Ga je 10 seconden op, alles hard, alles hard. 20 seconden, lekker een beetje uitbewegen op de bokszak. Geen bokszak hebt, heel simpel. We gaan 10 seconden vol, stoten knieën. 10 seconden vol, daarna gaan we of een beetje uitlopen, of je maakt er ook een beetje schijnboksen van. Anders jog je lekker uit. Dus je hebt 10 seconden vol, 20 seconden schaduwboksen of een beetje uitlopen. Ja? We gaan allemaal door. Ja. Bokszak, mensen, het is zwaar, hè? Dus 10 seconden ga je echt vol. En dat gaan wij ook proberen te doen zonder bokszak. Stoten, knieën. Ramen zo. En dat gaan we 8 series lang doen. 3, 2, 1. Ja, begonnen. Oké. Je bent of aan het schaduwboksen. Of je bent lekker een beetje aan het joggen. Aan het lopen. Voel maar wat je los kunt maken. Maar je blijft bewegen. Er een dansje van maken als je leuk muziekje op hebt staan. 5 seconden, gaan we weer vol. 2, 1 en we beginnen weer. Knieën lekker hoog optrekken. 3, 2, 1 en lekker lopen. Een beetje schaduwbox. Vier seconden, gaan we zo weer, hè? Ja, dus je gaat verzuren. 2, en ja, gaan we begonnen. Eigen tempo uiteraard. Als je 10 seconden maar jouw rode max hebt. 2, 1, oké. Ook knieën lekker een beetje erbij gebruiken. 5 seconden, dan gaan we weer. 2, 1 en we zijn weer begonnen. Drie, twee, één. Oké. En als je nou de hele tijd handen of knieën of stoot hebt gemaakt bij die 10 seconden, lang en snel en hard, en je blijft steeds in de bokshouding in die 20 seconden, dan voel je ook je schouders verzuren. Gaan we zo weer. 2, ja! Probeer het maar. De volgende 20 seconden. Schaduwboksen, maar je blijft je handen bij je hoofd houden. En yes! Dus je blijft in die bokshouding. Je blijft alert. Hoef je niks hard te doen. Dan gaan we zo weer. Over 3 seconden. Stoten knieën. Ja, gaan we weer. Aanval. 3, 2, 1. En weer bewegen. Of lekker uitlopen. Tien seconden. Gaan we naar het ene laatste rondje. 10 seconden vol, hè. 2, 1. Ja, gaan we. Gaan vol. 2, 1. En nog een rondje schaduwbox. Of uitlopen. Stel je maar voor bij het schaduwbox dat iemand jou aanvalt. Dus je blijft steeds
in die verdediging. Vijf seconden. Laatste keer 10 seconden vol. 2. En we zijn begonnen. Laatste 10 seconden. Drie, twee, één. En schaduwbox. 20 seconden nog. Tien seconden. Dan hebben we rust. 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Applaus voor jezelf. Voel je, hè, je schouders. Dat is de bedoeling. Eens even kijken, hoe laat hebben we het nu? Nou, 1 minuutje rust. Dan gaan we nog een rondje van 2 minuten pakken. Boksen, schaduwboksen, maakt niet uit. Ik geef de serie aan, net alsof we met pets doen. We beginnen gewoon met links-rechts, bouwen we een mooie serie uit. Is mij de gelegenheid om de timer in te stellen. Zo'n rondje van 2 minuten zelf. Kom even lekker bij, hè, nu. Stel nou dat dit echt allemaal nog zo lang blijft duren. Met geen gezamenlijke groepsles en dergelijke. Dan zit nog wel eens te denken om gewoon echt een digitale bokzakles te geven. Als iedereen iets heeft. Dat ik gewoon mijn cameraatje neerzet bij mijn bokzak. Dan kunnen we wel allemaal toch bokzakken. Eventueel als je iemand kent. Hè, je mag met z'n tweeën, je mag vanaf gisteren vandaag. Maar ook met z'n vieren buiten trainen. Dus ja. Dat kan ook. Dion heeft ook allemaal, heb ik jullie wel eens gestuurd, mooie bokzak trainingen. Daar kun je ook gebruik van maken. Pak het weer op. Goed. Gaan we zo beginnen. Rondje van 2 minuten. Dus of op de bokzak, of lekker schouderboksen, maar je kunt gewoon vol gaan. We beginnen gewoon met links-rechts. Daar komen wat stoten bij, er komen wat trappen bij. Misschien wat knieën, ik zie nog wel. Ja, lekker links-rechts. Laatste rondje, 2 minuten en we zijn begonnen. Draai goed in, hè, met die rechts. Goed, komt er een linkse buiten. Dus links, rechts, links. En een rechtse hoek. Dus links, rechts, links. Boom, rechtse hoek. En een linker knie. Links, rechts, links, rechterhoek, boom, linker knie. Laat je goed staan. Rechts direct weer. Links, rechts, links, rechterhoek, knie, goed staan. Boom, rechts direct. En een linkerhoek erbij. Links, rechts, links. Rechterhoek, linkerknie. Rechts direct een linkerhoek. En je eindigt met een rechter trap. Links, rechts, links. Rechterhoek, linkerknie. Rechts direct een linkerhoek. Boom. Rechter trap. Boom. 20 seconden nog. Tien seconden. Laatste serie. En dat was hem, mensen. Pak even. Een minuutje of twee, dan gaan we yin yoga doen. Voor degenen die nog daaraan meedoen. Gewoon lekker even je tijd pakken. 2 minuutjes gaan we yin yoga doen.
Jeroen, tot zaterdag. Tot zaterdag, Jeroen. Mark, ja. Fijne avond, Mark. Jo, tot zaterdag. Doei. Hoi. Ik ben er nog, hoor. Als je denkt, het is zo stil. Ik ben ook een beetje aan het uithijzen. Ik ben ook maar een mens. Zo. Lekker de tijd even installeren. Ik zet de knijterharde muziek hier even uit. Dus zorg ervoor dat je alles bij je hebt wat je eventueel nodig denkt te hebben. Zoals een kussentje. Ik weet niet of we die nodig hebben, maar het is altijd handig om erbij te leggen. Kussentje of een dekentje. Ik leg alvast een trui neer voor mezelf. Ik ga een andere broek aan doen, dus zal ik eventjes heel netjes achter de camera doen. Zo. Nou, eens even kijken. Ja, ik had... ik stuur altijd wekelijks een mailtje naar de mensen die bij mij Yin Yoga volgen online. Hè. Ik geef op donderdagavond een online les en op zaterdagochtend. En dan heb ik altijd een thema. En dat thema was deze week de rug. En dat is voor heel veel mensen altijd een plek waar als de nodige spanning kan zitten, waar je pijn kunt hebben. En de houding van de week is de kattenstaart. Daar gaan we straks iets mee doen, de kattenstaart. Eventueel, dat is een houding als je op je zij ligt, kun je een kussentje onder je hoofd leggen. Dus mocht je een kussentje hebben, dan kun je die lekker gebruiken. Maar we gaan beginnen met een hele andere houding. Dat is inmiddels mijn lievelingshouding geworden. Ik zit niet in de huidige Yin Yoga set kaart in set, maar die gaat er wel in komen. Dit is de Happy Baby Pose. En waarom vind ik die fijn? Omdat die iets oprecht brengt in het midden van de rug en ook in het sacrum. Happy Baby Pose, mag je komen liggen en dan breng je je benen omhoog. En dan pak je vanaf de buitenkant je voeten. En dit is het. Dus vanuit hier. Je hoeft alleen je voeten maar vast te houden. Mocht je je hoofd neerleggen, nou dat duurt bij mij nogal eens even. En dan mag je je ogen sluiten. En je ze richten op dat wat je tegenkomt in de houding. Je hoeft niet te trekken met je handen. Je hoeft ze alleen maar vast te houden, die voeten. Nou, kan het natuurlijk zijn dat je deze houding niet kunt. Dan geef ik een alternatief aan. Dat zou de butterfly kunnen zijn. Dat je hier komt zitten met je voetzolen tegen elkaar. Als je je voeten beet, dan laat je je voorover zakken. Dat is een beetje een houding die daarop lijkt. In ieder geval voor je rug. En anders lig je nu in de happy baby pose. Voel maar eens. Wat kun je loslaten in deze houding? Dat kan heel interessant zijn. Stel nou dat je een bepaalde houding tegenkomt waarbij je voelt van zo, dat raakt iets aan. Een bepaalde discomfort, daar zou ik eigenlijk wat vaker mee moeten doen. Ga maar eens voor jezelf een soort challenge. Hè? Dat is een beetje raar bij Yin Yoga en challenge. Maar ga maar eens een houding uitkiezen die je elke dag gaat doen, een maand lang. Dan hoef je echt alleen maar die houding te doen. Je mag natuurlijk meer doen, maar het gaat erom dat je in ieder geval één houding een maand lang doet. En probeer hem dan ook 5 minuten te doen. En observeer dan maar eens wat er in die maand gaat veranderen. Dat heb ik zelf ooit gedaan met de saddle pose. Ik kon amper zitten in de saddle pose. En na een maand voelde ik dat ik echt meer ruimte kreeg. Nou, die doe ik regelmatig, want het blijft altijd een beetje stijve bedoeling in die benen, in de rug. Maar het is ongelooflijk wat je aan ruimte nog kunt krijgen. Nou, babbel ik gewoon door. Die liggen in de happy baby pose. Dus als je kramp in je handen krijgt van het vasthouden van je voeten, probeer je handen wat meer te ontspannen. Als je alleen maar net die randjes beet houdt.
Nee, hoef je niet te doen. Het kan wel goed zijn dat je knoekjes voelt, knakjes voelt. Nou, dat is helemaal prima. Dan komt er blijkbaar iets los. En dat kan lucht zijn. En die gewrichten, dat heb ik wel eens vaker verteld, er is gewoon vloeistof aanwezig. Dat is moerwater. En die vloeistof die kan in de houding worden die gewrichten onder druk gezet, compressie. Dus die vloeistof wordt bij elkaar geduwd. En op het moment dat dat gebeurt, dan kan lucht wat in die vloeistof aanwezig is, kan ontsnappen. Kun je een knoekje, een knakje voelen. Vaak is dat het geval. En dat zorgt natuurlijk voor ruimte, meer ruimte. Dan mag je voorzichtig uit de houding komen. Dat kan werveltje voor werveltje. Het kan best een beetje pijnlijk zijn. Dus neem alle tijd om uiteindelijk gewoon te komen liggen. Op je rug, je benen strekken. En dan mag je navoelen. Vanuit de happy baby pose. Mag je nu gaan navoelen wat de houding met je gedaan heeft. Laat het maar stiller worden, rustiger worden. Ik ga gewoon in de rusthouding even niets meer zeggen, zodat je jezelf helemaal kunt laten zakken. Voel maar hoe zwaar je lichaam is. Laat het maar los. Helemaal los. Nou, dan voel je weer hoe je ligt. En dan mag je jezelf zo op je linkerzij draaien. Dan gaan we naar de kattenstaart toe, van de linkerkant. Op je linkerzij. Nou, je kunt een kussen gebruiken om je hoofd op te leggen, maar je mag ook gewoon je hoofd op je arm leggen. Dan kun je een soort kussentje maken van je linkerarm. Trek de knieën wat verder omhoog. Dan pak je met je rechterhand je onderste voet, het liefst vanaf de buitenkant. Dus je pakt je onderste voet en dan trek je via die voet dat been verder naar achteren. En je bovenste been, je rechterknie, die schuif je wat verder omhoog op de grond. Dan is dit de houding. En dan mag je je ogen sluiten. Dan kom je liggen in de kattenstaart. Nou, voel maar eens. Waar is spanning? Waar is discomfort? Hmm.
je kunt, als je de ruimte hebt, of dat je benen wat verder naar achteren strekken. Of trekken is het eigenlijk. En je rechterknie nog iets verder omhoog. Of juist niet. Maar als je je voet aan de buitenkant het beet gepakt, dan voel je ook een bepaalde rek in je schouder. Schouderblad misschien ook. Je flank, je onderrug. En zo kan het ook in de houding steeds stiller worden. Dat kan heel fijn zijn. Soms ook juist een vorm van discomfort als je stilte lastig vindt. Maar probeer om die stilte maar eens op te zoeken. Voel maar eens wat die stilte jou te vertellen heeft. Dat er misschien helemaal niets is. Geen gedachten, alleen maar voelen, ademen. En loslaten. Dan ben je wat dieper in en dieper uit. En dan mag je je voet loslaten. En dan mag je in een rusthouding komen liggen. Voel maar voor jezelf. Is dat op je buik, liever op je rug. Ik heb 2 minuten navoelen. En weer wat dieper in en dieper uit. Dan mag je op je rechterzij komen liggen. Gaan we de kattenstaart aan de andere kant doen. Op je rechterzij kun je knieën wat verder omhoog trekken. Dan pak je met je linkerhand het liefst de buitenkant van je, in ieder geval je onderste voet. Trek dat been verder naar achteren.
Je linkerknie plaats je op de grond, schuif je verder omhoog. En dan lig je met je hoofd op je arm of een kussen. Kat staat aan de andere kant. Nou, voel maar waar de discomfort is. Misschien voel je ook een bepaalde rek in je rug. Je kunt de houding aanpassen. Je kunt het wat verdiepen door je benen wat verder naar achteren te trekken. Misschien je bovenlichaam nog iets anders te manoeuvreren. En stel nou dat je heel lastig bij je voet komt. En je hebt een yoga riempje of een andere riem, dan kun je natuurlijk altijd via het riempje, die kun je om je voet heen je onderbeen brengen, dan kun je je voet op die manier bijpakken. Dan mag je je voet weer loslaten. Dan kom je weer liggen. In een rusthouding, naar wens, naar keuze. Om na te voelen. Krakend, piepend. Het kan soms echt pijnlijk zijn om uit de houding te komen. Dan doe je dat heel rustig aan. Heel zachtjes. Nou, dan gaan we nog één houding doen. En je mag, als je op je rug ligt, mag je lekker blijven liggen.
houding die wel heel ontspannend kan zijn voor de onderrug ook weer. Voor de hele rug eigenlijk. Je mag in de liggende vlinder komen. Dus je mag je voetzolen tegen elkaar aanbrengen. En dan laat je je knieën naar buiten zakken. En de bedoeling is ook dat je wat rek voelt in je liezen. Voel je dat niet, schuif je je voeten wat verder van je af. Totdat je, oh ja, een aanvaardbare rek voelt aan de binnenkant van je benen, je liezen. Nou, je mag of je handen lekker op je buik leggen. Of je plaatst je armen verder van je af. Hoofd op de grond, je mag je ogen sluiten. Nou, dan kom je lekker liggen in de liggende vlinder. Voel maar weer eens. Waar is rek? Waar is discomfort? Wat kun je ook loslaten nog in je rug? Dan heb je je handen op je buik liggen. Adem maar lekker naar je handen. Voel maar hoe je buik meebeweegt met je adem. Nou, dan wat dieper in en wat dieper uit. Je mag lekker blijven liggen voor de eindontspanning. Dus eventueel kun je nog even iets aandoen. Kijk, strep eruit of een paar sokken of je trekt een dekentje over je heen. Lekker liggen. Een paar minuutjes navoelen. Wat heeft de hele les met je gedaan? Intensief gesport. Yin-yoga gedaan. Misschien wel met name het los kunnen laten in je rug. Wat voor effect heeft dat? Voel maar hoe zwaar je lichaam is. Misschien een bepaalde energie door je lichaam stroomt. Zijn er nog plekken in jou aanwezig waar je je aandacht nog even naartoe kunt brengen? En dat kan iets zijn wat je in de les tegenkwam. Een bepaald ongemak of misschien is het een plek die je al langer kent waar je vaker last van hebt.
Je kunt je adem daar naartoe sturen. Vul het daar maar op. Of kun je daar nog loslaten? Nou, een keer diep in en diep uit. Dan mag je eens contact maken met je voeten. Je voetzolen, maar ook je onderbenen, je bovenbenen, je heupen, de hele lengte van je benen. Laat ze maar helemaal los. Het bekkengebied, de hele zitvlak in intentie, mag je dat nog wat groter, nog wat ruimer maken. Dat je nog net iets zwaarder kunt worden. En wat kun je loslaten in je buik, in je onderrug. Middenrif. Midden van je rug, je schouderbladen. Je borst. Je schouders, je nek. En de hele lengte van je armen vanuit die schouders. Voeten, je voetzolen. Je tenen, laat maar helemaal los. Handen, vingers, achterhoofd. Je hals en de kaken zijn ontspannen. De tong ligt los in de mond. Het puntje van je tong misschien net achter je tanden. Alle spiertjes in je gezicht, je neus, rondom je ogen, rondom je oren. En voel je hoe je ligt van je kruin tot aan die voeten, je tenen, je handen, je vingers. Laat het maar helemaal los, heel je lichaam zwaar, laat het maar los. Neem je waar hoe je ligt. En adem weer een keer dieper in en dieper uit. Dan mag je je voeten weer een beetje bewegen. Je handen weer een beetje bewegen. En misschien ook vanuit je handen. Vanuit je polsen je handen lekker draaien. Cirkeltjes maken. En als je het fijn vindt, mag je je handen bij elkaar brengen en ze helemaal warm blijven. Maak je ze helemaal warm, super, super warm. En als ze helemaal gloeien, dan leg je je handen even over je ogen. Maak je kommetjes van je handen over je ogen. En neem je je handen waar over je ogen. En dan mag je je gezicht lekker een kleine massage geven. Alle plekjes in je gezicht die het fijn vindt om even gemasseerd te worden. Voel maar eens. Wat je nodig hebt aan bewegingen, een beetje uitrekken. Cirkeltjes draaien. En je weer wiegen of je knieën naar je borst, je armen rond je knieën. En ook van daaruit kun je bewegingjes maken. Maar uiteindelijk mag je nog even komen zitten. Nog even in stilte. Op jouw manier. En in jouw favoriete zithouding. Als je dat wil, dan mag je je handen bij elkaar brengen voor je hart. En je ogen nog even sluiten. De aandacht nog even bij jezelf. En dan voel je hoe je zit. Hoe voel je je? Hoe voelt je lichaam? Je geest? Heb je iets los kunnen laten? Iets kunnen verbinden tussen je hoofd en je hart? Ratio en gevoel. En vanuit je hart, vanuit jouw centrum, mag je jezelf bedanken voor wie je bent. Met die intentie door je neus nog een keer diep inademen. Door je mond uitblazen.
Misschien een glimlach op je lippen brengen. Bij de volgende inademing mag je ogen weer langzaam openen. Nou, dank jullie wel. Namaste. Ik ga jullie nog even bedanken.